de Vlaamse Schuurien te veranderen. Daarvoor stonden er ook wel wat suikerwerken, maar het was één grote ruimte hier. En toen hebben we bedacht van, nou, we maken er allemaal kamertjes van. En nou ja, één kamertje was dan ook voor de suikerwerken. Deze machine stond altijd achter op het terrein in de droogloods. Maar omdat het hier veranderd is, is de droogloods ook veranderd. Daar zijn we, is het vervoer van vroeger is daar gekomen. En bij het vervoer van vroeger paste deze machine niet. Nee. Dus die is toen naar het depot daarachter gegaan. Toen was het een beetje, ja, wat doen we met deze machine? Deze schuur. En toen moest er voor de corona moest er ook een soort looprichting gemaakt worden. Dat mensen er niet daarin kwamen en dat daar ook weer uitgingen. En toen bedachten we, het zou wel heel mooi zijn om die machine weer uit het depot te halen en hier zo voor neer te zetten. Nou, toen was het volgende punt van, ja, dat eigenlijk niemand wist hoe die machine nou werkte. En toen herinnerde ik mij dat wij veel contact hebben gehad met jouw broer, met wie die zandsculpturen wilde neerzetten. Ja. Dat ging ook niet door vanwege de corona. Maar ik heb toen Rien gebeld, want ik kon jouw mobiele nummer niet vinden, dat had ik ondertussen. Maar bij de opening van de zandsculpturen zag ik je staan, dus ik dacht, nou, dat gaan we eens eventjes vragen of jij ja, of je dat wil. Dus dat is de voorgeschiedenis eigenlijk. Dus als jij wil vertellen hoe dit vroeger werkte en je had daarnaast ook nog een verhaal over de Oosterhoutse kaneelstok, wat je me toen vertelde, dus daar zijn we ook zeker in geïnteresseerd. Dus ik geef je graag het woord. Oké. Ik zal beginnen met te vertellen dat dit onderdeel uitmaakte van heel de productielijn van kaneelstok te maken. Oh, de zuurstok. Ik zal eerst vertellen. Dit was het. Dit zijn de eerste machines om de kaneelstokken rond te houden. Oh. Dus in feite was het zo, de deeg kwam uit de pan en werd getrokken. Ik weet niet of jullie dat een keer gezien hebben. Dus het slaan van het suikerwerk bestaat dus continu op en neer. En dat is een massa van, buitenmassa's van 30 kilo. Als ze dan klaar waren, ging er een heel laagje omheen om te zorgen dat je iets minder kwetsbaar was. Ging hij erin en ging hij draaien. Kwam je steeds dunner kwam je uit. Helemaal zo ertussen. Nee, hier tussen. En dan ging hij in zo'n schuivenmachine, waar allemaal schuiven, zo groot ongeveer. En daar draaide hij tussendoor en dan kreeg je nog beter de vorm van de kaneelstok. Dan werd hij afgesneden, automatisch, en dan kwam hij op een grote rollenbank. En een grote rollenbank kun je dan denken, dat zijn allemaal lange buizen. Daar werd hij opgegooid en werd hij rond gehouden. Het hoefde niet meer met de hand gerold te worden. Maar dat is pas jaren, wanneer hebben we die laten maken? In 96, 97. Vlak voordat wij verhuisden naar de Havenweg. We hebben altijd eerst in de Hulstraat gezeten. En toen zijn we naar de Havenweg verhuisd. En dat, daar hebben we de zaak nog verder geautomatiseerd. Toen zijn we voor het eerst met computers in aanraking gekomen. Het was weer volledig. Heel productieproces was volledig. Maar dit is een beetje de basis waarop zeg maar, de kaneelstok. De kaneelstok is eigenlijk dus ontstaan. De Oosterhoutse kaneelstok door heel veel, dat is ook helemaal oude scherm. Geeft nog een betere kwaliteit dan dit. Ik weet niet of dat van je vader wel eens verteld heeft. Maar open vuur geeft een ander soort kwaliteit en neemt beter vocht op. Ja. En zeker voor onze producten was dat heel belangrijk. Heel grote massa uit. Die moest verwerkt worden, opgepakt worden, geruld worden, afgekoeld worden. Er moest heel veel gedaan worden voordat hij echt zeg maar een kaneelstok was. In het begin, de eerste jaren, bestond dit heel veel gebeuren nog niet. Er was een tafel waarin een verwarmingskastje onder stond, of een gasvlammetje of iets dergelijks, om de boel een beetje warm te houden. En dan pakte je de deeg die uit de machine kwam, uit de kookmachine kwam, die luchtig gemaakt was. Want een kaneelstok, als je goed weet, kun je er zo doorheen blazen. Als een goede kaneelstok kun je erheen blazen. Want daar moet ze namelijk de vocht in komen. Die werd dan helemaal uit elkaar getrokken en dan kreeg je één grote massa.